De beste wensen van 538. De beste wensen van 538 vandaag in Enkhuizen. Je werd vandaag, Leonie, overvallen door Ruud de Wild. Hoe was dat? Ja, klopt. Geweldig. Spannend allemaal. Ik had het niet verwacht. Want jullie grote wens is een nieuw bed, hè? Dennis, wat is er met jullie bed aan de hand? Nou, dat bed is veel te hard. Het slaapt voor een meter eigenlijk. En jullie gaan vandaag hierachter bij de beddenspecialist overnachten. Gaaf. Zullen we een kussengevechtje gaan houden binnen? Dat hoort er ook bij natuurlijk. Nou kijk, daar zijn de bedden. Ja, het ziet er goed uit, maar de bedoeling is natuurlijk wel dat het ook lekker ligt natuurlijk. Echt, inderdaad, ja. Gaat hij lekker hier? Ja, gaat super hoor. Ligt heerlijk. Dus, Dit is nog maar één van de drie bedden, want je gaat vannacht natuurlijk alles testen. Bewegingsvrijheid, is het zacht? Dit is wel echt zacht, hè? Ik zou zeggen, slaap lekker. Dat gaat goed komen. Het is nog tijd voor een kussengevecht toch eigenlijk, hè? Ik moet even een kussengevecht, jongens, dan gaan we. Of moet ik blijven slapen met jullie? Dat is ook wel gezellig, hè? Ik blijf hier gewoon lekker slapen. Tot morgen! Kan iemand het licht even uitdoen? Het is best wel apart om een hele nacht te slapen in een beddenspeciaalzaakcentrum. 1300 vierkante meter en dan ja, 's avonds gaan de lichten uit en dan ga je slapen. Dus best wel apart, weet je wel. En ik hoorde ze vannacht ook een beetje snurken, dus ik ga nu uit het bed klimmen. En dan ga ik richting het bed hier een paar bedden verder in de beddenspeciaalzaak. Want daar liggen dus Leonie en Dennis op dit moment. Ze liggen trouwens een soort van lepeltje, dus dat is helemaal goed. Zo, een hele goede morgen. Goedemorgen. Hey, hoe is het? Ja, prima. Ja, goed. Volgens mij hebben jullie veel bewogen vannacht in jullie slaap. Ik weet niet wat jullie gedaan hebben, maar ik hoorde wat lawaai en zo. Op een gegeven moment heb ik twee kussens tegen mijn oren moeten doen. En ik denk dat we over 9 maanden gaan zien wat het resultaat is van deze nacht, volgens mij. Laten we even Hidde, de slaapspecialist, bijroepen. Want hij heeft jullie gemonitord. Hij heeft dus dat grafiekje uitgeprint. Hidde, heel snel, waarom is dit het allerbeste bed? Nou, wat we hieruit zien uit de meting is dat jullie veruit het rustigste in dit bed hebben geslapen. Ja. En Leonie, je hebt voornamelijk op de zij geslapen. En die hadden we vooraf natuurlijk mooi ingesteld, dit bed op de zij. Slaping. Ja. Dus ik denk dat dit de perfecte combinatie voor jou is. Nou, mooi. Dat dacht ik ook. Hoe is je eigen gevoel? Ja, goed. Het lag heerlijk. Oké, gelukkig. Mooi. Ja, ik zie allemaal blije gezichten hier. Ja, ik ga jullie feliciteren. Dit bed mogen jullie houden. Nou, super. Perfect. Van harte gefeliciteerd worden jullie aangeboden door de Staatsloterij Oudejaarstrekking. We doen er nog een oudjaarslot bij. Ook nog. En hier is het ontbijt. En Leonie, nog één vraag aan je. Mag ik je kussen? Ja hoor. Voor een kussengevecht, hè? Ja, voor een kussengevecht! Ja! Een kussengevecht! Ja! De beste wensen van 538.